De Wonderboy staat hier naast me als winnaar uit de partij versus Bad News, Andy Semeleer. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Je zag er goed uit. Dankjewel. Ik heb gedaan wat ik moest doen en daar ben ik blij om. Ik zou wel willen weten, stond je toch een beetje anders in de ring vanaf het eerste moment dan normaal? Nee, eigenlijk niet. Ik vertrouwde eigenlijk gewoon gelijk in mezelf. De energie die ik samen met mijn team heb, die is super hoog. En wij zijn niet te breken. Snap je? En zo zit dat gewoon in elkaar en dat is gewoon wat het is. Maar toch, andere divisie. Klopt, andere divisie. Het enige wat ik had, was dat ik gewoon benieuwd was van... Ja. Ik was gewoon benieuwd van, hoe gaat het voelen? Hoe gaat het voelen? Gaan de stoten harder zijn? Gaat dit harder zijn? Nee. Weet je, ik ben gewoon blij met mijn performance. En ja, nogmaals, we wisten al wat er zou gebeuren. En, dat zelfvertrouwen was er gewoon in het team? Zeker, 100%. Toevallig, en dat zei ik net ook in de kleedkamer na afloop... is mijn cameraman van begin tot eind is hij erbij geweest. Hij heeft alles gefilmd. Dus jullie gaan in mijn YouTube... episode, gaan jullie alles van begin tot eind zien. Hoe wij praten, hoe wij vibreren, hoe wij met z'n allen zijn. En dat is gewoon wat het is, man. Ja, er is geen woord aan geloven. Maar elk mens heeft zijn onzekerheden. Heb zeker. Ik, jij, 100%. Hij, iedereen. 100%. Maar... Je staat toch podium, ander gewicht. Helemaal, dat was echt niet zoiets van... Zal ik iets moois kijken. Vertellen? Ja, vertel me. Je kan... Natuurlijk, elk mens heeft onzekerheden. Maar ik ben moslim. Ik bid 5 keer per dag. Ik heb al mijn vertrouwen in Allah. Snap je? En je hebt je sporen verdiend in de ring. Ook dat, maar ik kan mezelf niet stressen. Wat je zei. Ik kan mezelf niet stressen. Ik bedoel, ik ben gewoon dankbaar voor wat er allemaal gebeurt en alles wat ik doe. En ik heb mijn team, mijn familie, mijn vrienden. Dat is voor mij het belangrijkste, dat ze trots op me zijn. En ja, dat is gewoon wat het is. Even de partij. Ja. Jij bent goed bevriend met Chico Kwasi. Althans, jullie kennen elkaar. We kennen elkaar. Ja. Dan heb je dus... Je weet, dieper het verliespartij van hem, die heb jij teruggekeken. Ja. En dan, wat doe je als eerste? Rechtop staan, informatie verzamelen. Waar lette je op de eerste ronde? Ik ging gewoon uit te gaan van mijn eigen krachten. En ik ging gewoon, en ik weet van, als ik in de ring sta, maakt niet uit tegen wie het is. Ik reageer op alles. Op alles heb ik een antwoord. Ik kan me aanpassen als het moet. Weet je, dus ik maak mij niet druk. In welke situatie ik ook beland. Je begon een beetje calf kicks te geven. Klopt. Ja, dus daar ging je naar zoeken? Ja, ik ging er niet per se naar zoeken. Wat ik zeg, alles wat bij mij gewoon, wat ik doe, gaat gewoon van nature of zo. Ja. En ik ga je heel eerlijk zeggen, natuurlijk, wij trainen op alles. Ik ben super technisch. En dat komt gewoon in de ring, komt dat gewoon eruit. En daar hoef ik niet over na te denken. Dat zit gewoon in mij. Dat is niet, ik hoef mezelf niet... in te spannen om dat soort dingen zeg maar uit mezelf te halen. Zo. Dat gaat gewoon vanzelf. En... Weet je wat jammer was? Robbie zei dat ook. Eigenlijk, jullie partij begon eigenlijk net lekker warm te draaien. Klopt. Mijn trainer zei dat ook. Ontwijk, het was net... Klopt, het, was, Deon... het vuurtje was net aan. Klopt, Deon zei dat eigenlijk net ook in de kleedkamer. Hij zei, jammer dat het geen titelpartij was. Ja. Hij zegt, want... Jullie hadden eigenlijk 5 rondes. En heel eerlijk, dit was weer 3x3 voor mij. Ik heb 2019 was voor mij het laatste dat ik dat gevocht had. Maar ik ga je heel eerlijk zeggen, ik was niet eens echt moe of zo. Nee. Het is gewoon meer dat ik... Natuurlijk moet je wel een beetje wennen aan het gewicht. Maar verder was ik niet moe of zo, nee. Nou, wat Andy heeft, die heeft de hele tijd... Klopt. Hij heeft een ritme in zijn stijl. En dat is ook natuurlijk waar we op getraind hebben. En niet happen. Niet erin meegaan. Nee, precies. Ja. In- en uitbewegen. Ja. Toen Patch, ik zeg net tegen Robbie Timmers, toen Patch een divisie omhoog ging, die heb jij verslagen. Nu ben jij zelf een divisie omhoog gegaan. En Robbie Timmers die zegt, ja, dat komt omdat Tijani van uitdagingen houdt. Alles draait bij hem om uitdagingen. En dat is ook, je voelde je comfortabel, hè. Dat deuntje ging af, Manny man. En heel die zaal ging plat. Klopt, alleen wat dat ding is, ik baalde wel, want ze hebben heel veel gecensureerd, snap je? Omdat er natuurlijk veel scheldwoorden inkomen. Nou, dus dat vond ik wel jammer van het nummer, maar goed, maakt niet uit. Klopt, ik hou van uitdagingen en dat zijn ook de wedstrijden die mij beter maken. Dat zijn de wedstrijden die mij het beste in mezelf naar boven halen. En weet je, ik heb soms dit soort partijen nodig om weer even de beste versie van mezelf te laten zien. En dat is wat er nu is gebeurd. Alsof je altijd in deze divisie hebt gezeten. Je zag er echt goed uit, hè? Het past bij hem. What's next? We vroegen het net ook aan Robbie. Kijk, we hebben net Andy gesproken. Andy is best een beetje onzeker. Zit in een onzekere fase.
Chico Quasi zit niet in een onzekere fase. Nee. Chico is een rare, onorthodoxe vechter. Klopt, maar ook hij weet het. Ook hij weet het. Ook hij weet het. Kijk, heel eerlijk, met alle respect. Hij heeft natuurlijk leuk gevochten, gewonnen van hem. Maar ook hij weet wat er gaat gebeuren als die partij komt. Snap je? Hij weet het ook. Kijk, hij vindt het leuk natuurlijk. Hij wil een beetje naam wilt hij waarschijnlijk maken over mijn rug. Jullie zijn net zo lang. Klopt. Kijk, hij wil een beetje naam natuurlijk maken over mijn rug. Hij vindt het leuk. Hij zegt, ja, ik keek vroeger naar hem op, bla, bla, bla. Interesseert me geen reet, snap je? Ik bedoel, van als die partij komt, gaan we knokken. En we gaan het laten lukken, snap je? En he ain't about that, snap je? Mm-hmm. Ik bedoel, van alles leuk en aardig, maar... Hier staat een man met heel veel zelfvertrouwen. Wij komen echt van beneden, snap je? We hebben alles hebben wij moeten doorlopen om te komen waar we nu zijn, snap je? And now we're here. En niemand gaat het van me afpakken. Oes.